Oh, wat een mooie skin. Ah. Oh my god. Ah. Ah, all the Ah. money. Oh. Ah. Oh. Yo, ik ben Rick en welkom bij Global Offensive, de allereerste video op mijn kanaal. En dit is iets nieuws. Het is een shooter. Maar goed, ik ga verder niet in op wat het spel is. Ik ga gewoon even vertellen wat deze video is. Het is eigenlijk een compilatie van wat leuke momenten die ik gisteravond gehad heb met een aantal van de mijne leuten. Als je die nog herkent, het zijn gewoon schoolvrienden. En ja, als je dit leuk vindt, dan wil ik dat graag weten in de reacties. En wil je in plaats van dit volledige gameplay zien, laat me dan ook weten. Ik wil gewoon even feedback hebben over ja, deze soort content. Maar in ieder geval, ja, veel plezier met het kijken van deze video. Dus willen we de groep met Dust of de reservegroep? Sowieso niet met Dust. Oké. Okay. Jij hebt echt een hekel aan Dust gekregen, hè? Uh-huh. Reservegroep. Echt zo? Vraag er me niet naar. Snap hem wel hoor, Dust. Ik wil er niet over praten. Ja, ik wil er niet over praten. Ja. Het begon allemaal toen ik 7 was. In een grote ketel met stof gevallen. Zo hoe cool. Vaak moet iemand zitten met de klok? Vaak. Dat ik kom, nou een uur of 5. Ik heb al 6 keer geraakt. Oh, hilarisch! Dan ren je niet meer zo. Verdomme. Hoe kan je 4 ronden damage doen met één schot? Oh. Recht in zijn oog schieten. Yep. In zijn oog. Aha. Want oog doet meer damage. Ja. Dus weet je hoeveel minder jij kan zonder een oog? Weet je hoeveel minder jij kan zonder hersenen? Ja. Maar ja, kan nou, als je in je oog schiet, dan krijg je ook een beetje hersenen mee, dus. Ja, nee, is toch dubbelop, is meteen goed. Jij bent raar op zoveel manieren. Wat is de kans dat je meer geld uit zo'n case krijgt dan dat je betaalt voor de sleutel? Nul. Volgende vraag. Je staat volgens mij aan die ene kant waar ik op bed sta, van Alice. Je maakt daar geen reet meer uit. Nee, want hij is toch dood nu. Ja. Nu zorg je het als ik erover. Kom op, Jordi, dit is je time to shine. Ja, dit is jouw moment, joh. Oh my god. En hij zit in de hoekje. Ik wou zeggen, dit is jouw moment, maar toen zag ik dat je in een hoekje zat. Ja, dat zei ik, dacht ook. Nou, ik ga maar gewoon een kill maken, denk ik. Is een goed idee. Serieus, Melis. Plant die bom. Hey, kut! Nee! Yes! Yes! Nee! Wat gebeurde? Dat was zo mooi. Ik wilde schieten, maar ik had er maar één kogel. Jorrit. Kom. Dit zag er zo leuk uit. Je kunt eerst op kijken. Het was echt... Ja. Oh, ik was zo diep, dus ik was zo van... Oh, kut. Ja, er zat iemand in die klerenkast. Weet niet wie het was? Ja. Maar iemand kwam uit de kast voor jullie, volgens mij. Ja. Ah, dat moet Rick geweest zijn. Hey, leuk. Ja, best wel. Oh, Rick! Don't fuck, man. Two v one, let's do it. Waar is de laatste? Waar zit hij? Ah, hier. Schuur. Okay. Oh, die daar. Rick, moet ik ze meenemen of zo? Zou ze meenemen of zo? Zoals? Ik het. Sperm. Saus. Je kan planten. Oh! 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 Sick, man. Jezus. Ja, maar Jorrit hoor. Het is 4 tegen 2 eigenlijk. Jeff, let's go. Come on. Jeff, afhaan. There you go. Dan. Han. Alright. Dat kan. Oh, fantastisch. Oh, geweldig. Heerlijk. Achter je. Ik zit vast, jongens. Okay. Oh, fuck. Ja, de Nova. Die vent is goed, man. Hij zit in de rookkamer. Lekker, Cornelis. Ik heb geen ammo meer. Ik zeg het je, ik heb geen ammo meer. Kijk maar, nu.
kunnen ze. En hij ontvlucht. Loopt er dan ook niet gewoon op af, hè? Nee. Nee, het duurde wel fucking lang voordat ze me dood hadden. Ja, inderdaad.